Kijk, ik heropen de vergadering. En we beginnen met een bijzonder moment. En dat is het moment waarop onze Peter Verkooijen eigenlijk voor het laatst hier is. Van harte welkom, Peter. Je mag niks terugzeggen deze keer, hè? Dat is heel fijn. Vandaag is de laatste werkdag van onze Peter Verkooijen. En ik denk dat er niemand in de Kamer is die jou niet kent. Je bent in dienst sinds 20 augustus 1994. Maar daarvoor was u een uitzendkracht. Ja, hè? En dat was echt een hele bijzondere tijd. Het was de tijd waarin, ja, dat weten, hebben wij allemaal niet meegemaakt, maar dat was de tijd waar nog uitgebreide... waar uitgebreide diners werden geserveerd met echte kaarsen. Ja, dat was echt zo voor onze tijd. En Peter, je hebt meer dan 36 jaar eigenlijk in dit huis gewerkt en we hebben meer dan 60 jaar op jouw vakmanschap kunnen bouwen. En dat heb je met veel liefde gedaan. Je bent een gast hier in hart en nieren. Je beheerst je vak als geen ander. Alles moet kloppen. Je stelt ook heel veel eisen aan je collega's. Zeker aan leerling-kelners. Maar wie zijn best doet, kan rekenen op jouw onvoorwaardelijke steun. Maar jouw kracht ligt er vooral in dat je... na heel lange debatten, waarvan ik denk, nou, je bent moe, je gaat naar huis, maar dan bleek je inderdaad het hele debat te hebben gevolgd tot in details. En daar had je ook altijd een mening over. Dus dat ga ik ontzettend missen, zeker op donderdag, aan het eind van de week. Dan zitten wij hier en dan denk ik, ik sluit de vergadering. En wie zit in het ledenrestaurant? Ja hoor, Peter, met allerlei lekkernijen, om toch nog even met elkaar... De week af te sluiten. En dat kan ook niet anders, want jij hebt een groot hart voor de Tweede Kamer. Altijd gehad en nog steeds. En iedereen die ik spreek, ja, iedereen kent jou, maar iedereen waardeert jouw vakmanschap, maar ook vooral ook je loyaliteit. En het is heel erg jammer dat wij in coronatijd op deze manier afscheid van jou moeten nemen. Het liefste, dat weet je, hadden we een groot afscheidsfeest kunnen houden. Misschien doen we dat als we een beetje normaal dit soort momenten met elkaar mogen delen. Maar hoe dan ook, ik hoop dat we het op deze manier een beetje goed hebben gemaakt. En je weet dat ik je niet mag zoenen, maar ik geef je wel een bos bloemen namens ons allemaal. Het ga je goed. Heel veel dank. Zo, dan gaan we nu naar een hele korte regeling van werkzaamheden. Althans, die had ik. Ja. Op de tafel van G4 ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden. Ik stel voor het debat over de Europese top van 18 en 19 juni 2020 aan de agenda van de Kamer toe te voegen. En daarbij maximum spreken.